Kein Nein, Iron? precies. Nee. Joe. Oh. Oh, wat zijn er wel... Er zijn helemaal geen chesten. Oh, nee. Are you kidding me? Hallo kijkers van Gals Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op MindZ. Ik ben hier vandaag weer samen met Delvin en met Colin. En ja, we gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. We stonden nog steeds bij Wyvernia, ja. Alleen we zijn een beetje in potion nood, want ja, nou ja, tenminste, ik heb er nog 8, 7 plus 1 splash. Ik heb er nog 3. Maar ja, dat begint toch al wel low te worden, terwijl, oh jezus. We moeten even oppassen voor Pikmin natuurlijk, die kan hier ook spannen. Hier zit een foodkist, een mushroom en cacao beans en bones, of beans dinges, of dat, ja, nou, in ieder geval rommel. Ik heb liever ik hoor ondertussen alweer een Pikmin. Jij hoort een Pikmin, oef. Ik haat Pikmins echt oprecht. Je weet ook waarom, omdat dat verhaaltje over, over toen. Er zit hier ook gewoon een kelder. Daar zit geen kist of zo. Nee, er staat wel een crafting table. Ja, er staat een crafting table voor het brood. Als je cocoa beans en wheat hebt. Oh, als je die beide hebt, heb je al koekjes. Ja. Oh, dan pak ik ze wel even op. Want dan kan ik even acht koekjes mij zijn, toch? Volgens mij zit de zombie Pikmin boven ons. Ja, de zombie Pikmin zit volgens mij boven inderdaad helemaal. Even kijken, dan doe ik even zo koekjes maken. Want koekjes schijnen het beste food te zijn, toch? Ja. Het is niet het beste. Oh, maar je hoe kan werkt het dat dan? Stacken. Je kan het flink stacken en daardoor is het eigenlijk... volgens mij zit het op het dak of niet, de zombie Pikmin. Ik denk het haast wel, ja. Hoe maak je koekjes dan, in godsnaam? Oh, dan moet je 2 wheat hebben. Shit, ja. 2 wheat. Ik heb maar eentje, ja. Dan drop ik het weer. Hey, ik heb er nog een C. Oh. Nou ja, dan neem ik ze nog even mee. Dan kom ik wel even naar boven toe. Ja. Even kijken. Ondertussen heb ik al flink wat iron gevonden. Ik had eerst alleen nog een helm. En ik heb nu een boots en een leggings erbij gevonden. Godsamme. Lekker. Ja, mijn boots en leggings zijn bijna kapot. Maar, hop. Zou die hier zitten? Of ben jij helemaal boven? Delvin is helemaal naar boven gegaan. Wij zijn al helemaal boven. Oké. Okay. Ik heb ook alles al gehad hier zo. Dus we kunnen eigenlijk meteen door. Oké, ja, voor de Mythic Chest natuurlijk. En daarna gaan we door naar de Mythic... Oh, ik hoor inderdaad Pikmin. Ja, alleen die zombie Pikmin die creept mij een beetje out steeds. Het is niet echt een fijn geluid om naar te luisteren. Nee, ja. Ben jij al boven geweest in Delvin? Ja, er was nog niks. Waar is die dan? Dan zit hij waarschijnlijk op het dak, die zombie Pikmin. Waarschijnlijk inderdaad ja. Op het dak. Oké, nou ja, dan ga ik gewoon lekker naar buiten weer en dan gaan we maar naar Kroonmuren was het, hè? Ja, Kroonmuren. Ja. Ondertussen ga ik nog koekjes maken. Oké, ja, dat is nice. Extra eten. Ik pas heel even op voordat hij daar naar beneden springt, want ik ja, kijk, daar is die, pas op. Oh, jezus. Nou, Colin, schiet hem kapot. Hij is kapot. Nee, Dylan mocht het doen. Dylan kreeg de eer. En, bam. Zo, oké, alle zombies zijn dood. Oh nee, wacht, er komt er nog een aanlopen. En die... Oh. Hij komt naar Delvin toe. Oh. Alsjeblieft, Delvin. Nice shot. Oké, even kijken. Voor de rest heb ik dus niks meer nodig hier zo. Ik moet alleen even eten en dan kunnen we dus naar Kroonmuren gaan. Dat is de coördinaatjes... Het is die kant op. Ja, die kant op inderdaad. ik had nog een vraagje. Wie had er nog geen sugar? Want ik heb net sugar gevonden. Ik heb er nog eentje. Ik heb er geen één. Nou, echt Colin krijgt ook een sugar. Nee, heel handig voor als we zo meteen in PvP komen, dan kunnen we een movement speed boost aanzetten. Ja, klopt. Ik denk dat we ook wel in PvP zullen komen. Nou, tenminste, het is verdomd rustig op de server, hè? Ja, klopt. Voor de tijdstip. Normaal is het heel drukker. Ja, mensen, even voor het duidelijk, we zijn om 7:30 aan het opnemen, 's avonds. En het is echt gewoon... Alle drie de servers waren gewoon minder dan 50 mensen. Terwijl normaal 2 servers al 50 mensen hebben. Maar het lijkt me niet dat de hype zo in één keer weer dood is. Want het was zo gehyped. Ja, ik hoop het niet. Hij is er nog steeds wel. Ja, precies. Maar het is zo rustig. En dat is normaal nooit. Misschien dat de servers er net een beetje lag hebben gehad. Dat zo meteen opeens iedereen weer terugkomt. Maar... Ja, weet je wat ik een beetje denk? Kijk, de servers worden gehost in Amerika. En de meeste spelers zijn ook Amerikaans die nu momenteel op de server zitten. Ja, dan duurt het nog even. Ja, voor hun is het school begonnen. Inderdaad. Ja. Dus dan duurt het nog eventjes tot een uurtje of... Nou ja, plus... Ja, zoiets. We moeten hier trouwens iets meer naar deze kant, naar het noorden toe. Volgens mij. Oké. Okay. We moeten 3370, ja klopt. Even kijken. Hier staan nog paddenstoelen als iemand een hoe heeft. Nee, ik heb helaas geen hoe bij me. Nee, ik heb ook heel de ronde heb ik geen hoe mee gehad. Gewoon nog niet.
Terwijl ik normaal altijd wel eentje vind aan het begin ergens en dan die helemaal meesleep. Ja, maar ook vertel, wat gaan we zoeken in Chromer? Button. We willen een button hebben, zodat we naar Sanctuary of Peace kunnen. Mm-hmm. Zodat we nog eventjes wat healing bottles kunnen verzamelen. Jongens, we zijn er al voorbij gelopen. We moeten naar het noorden toe. Nee. Daar is het. Daar is het. Oh, ik dacht dat we er al voorbij waren gelopen. Nee, hier komt het eerste huisje. Ik zie nog helemaal niks. Even kijken. Qua chunks is het veilig. De entities zijn ook nog steeds op 3. Dat zijn wij dus. Dus tot nu toe gaat het... Oh, 4. Er is er één bij. Ja, 5. Een zombie waarschijnlijk. Oké, er zijn er 5 tot nu toe. Ondertussen zit ik al in de barn. En ik heb een boog gevonden. De barn is ook waar de tool chest zit. Ja. En ik tot nu toe is er nog niet heel veel... Boven heb je nog 2 rare chesten voor armor en zo. Ik ga wel naar boven toe in de molen, of in de tower, want daar zit een epic chest. Mythic. Oh, jij hebt een zombie chest. Maar wie maakt een zombie dood? Delvin. Oh, ik heb hier zit de button. Ik heb er één. Oh, nice. Ik heb er ook daadwerkelijk één. Gaan halen. Lol. Nou, de enigste chest hierboven, dat was zeg maar een tool chest. Daar zat hij in. Oh, dat is echt netjes. Want er zit dus 1 tool chest boven en 1 tool chest beneden. Of andersom zelfs, ik weet niet. Oké, wie had de arrows nodig? Niemand. Ik heb er 6. Ja, ik heb er wel. Ik heb 3. Wie heeft er nog geen verder falling boots? Ik. Oké, ik gooi het allemaal naar beneden toe, want ik kan het niet dragen. Mini zombie, jezus. Dat ding is zo pokken irritant. Vooral in dat gras. Mm-hmm. Ga neer. Hè? Jongen, dat duurde even. Maar we kunnen dus zo meteen naar de Sanctuary of Peace. Dan hebben we ook weer genoeg heal bottles. Kunnen we daarna misschien weer door naar de Giant? Kunnen we doen, ja. Als er genoeg health potions in de kist zitten. Je weet het maar nooit, hè. Ik ga hier de kerk binnen of zo, denk ik. Wat is dit? Nou, gewoon een huisje. Gewoon een huisje. Nou, ik loop hier naar boven. Ik weet niet wat hierin zit. Volgens mij zit hier 1 rare en 1... Oh, hier zit een food chest. Wat? Die staat helemaal niet op de map aangegeven. Ik weet het. Ja, kijk maar op Chromuren. Zie jij een food chest? Nee, inderdaad. Waar heb je die gevonden? In dat huis onder de toren. En hier is nog een food chest. Wat? Volgens mij zaten er wel food chests. Dat heb ik me... kan ik me herinneren dat ik dat ook een keer tegen ben gekomen daar. Oké, en hier is nog een chest. Weer een food chest. Die map is al, ja. Oké, er zitten dus daadwerkelijk wel gewoon food chests. Dat is heel mooi, want dan heb ik nu helemaal overstekt met food. Zoals iemand dan nog nodig hebt, kunnen jullie naar mij toe komen. Helemaal goed. En hierboven staat dan 1 epic, als het goed is. Nee, okay, is ook een food chest. Wat? Dylan, jij had een featherfalling boots nodig en arrows, toch? Ja, arrows heb ik nog nodig en featherfalling inderdaad. Oké, als jij naar mij toe komt lopen, het ligt achter de tower op de grond. Ik kom eraan. Zou het even cyclen voor je, zodat het niet... Ik pak het wel. Die boots zijn ook nog high durability. Ik ben heel even mijn inventory een klein beetje aan het ordenen, want ik word er een beetje gestoord van, zeg maar. Mm-hmm. Even kijken, dan moet ik hier weer uit. Waar is de uitgang? Ik moet nog één verdieping naar beneden, is misschien handig. En zo, even kijken. Waar ben jij, Delvin, nu? Wij zitten bij de put. Bij de put. Oh, hier zo, ja. Ja. Hallo. Komt een zombie hier? Hij is dood. Ik zie 2 arrows er naartoe vliegen. Even kijken, featherfalling boots. Die zijn beter dan mijn normale arrows. Iron boots zelfs. Wie wil normale iron boots hebben om te repareren? Hier. Oké, laten we gewoon... Ja, kan hem wel... Hier, gebruik deze maar even voor een kleine reparatie. Ja, durability heb je Delvin op je schoenen? 44 en met deze erbij 69. Oké, ik drink even wat en hebben jullie voor de rest alles al doorzocht? Ja, het is belangrijk dat je hier wel even je water refilt, want in Sanctuary of Peace zit geen water. Nee, klopt. Deze toren ook al gehad, hier zitten ook nog 2 rares. Ja, alles is al gehad. Oké, dan gaan we denken. Colin, zombie? Ik hoor hem niet. Ja, bij Colin City. Oh, bij mij? Dan moeten we nu dus naar de Sanctuary of Peace. Ik had Chromuren, we kunnen via Chromuren ook uiteindelijk weer teruglopen naar het noorden. Maar we moesten even natuurlijk wat stekken qua voedsel en potions en dat soort shit. Want anders, dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op het avontuur. Ja. We willen wel lekker lang in leven blijven. Ik bedoel, het gaat nu echt top. Ik bedoel, in één het gaat nu top. En ik denk dat als wij aflevering 10 halen, dan kunnen we misschien wel wat meer mensen bij elkaar krijgen voor dungeon of zo. Ja, ik had wel iemand die nog mee wou doen. Mm-hmm. En dat was Kamopa.
Nee, Kamopa. Ja, Kattenbokje wil meedoen, alleen waarschijnlijk die, ook. Die heeft niet echt een hele goede microfoon. Hij zegt alleen op Skype. Ja, maar ik wil niet meer via Skype opnemen, omdat het gewoon zo vervelend werkt. Ja, klopt. Maar ja, dus sowieso Kamopa wou meedoen. Dat gaat lukken. En WBV wou nog meedoen toen. Maar dat was heel aan het begin. Ik weet niet of hij daar nu nog steeds zin in heeft. Maar in ieder geval, we zoeken dus 2 of 3 extra mensen die dan met ja, voor één een of twee afleveringen. Met een beetje ervaring die 1 of 2 afleveringen mee gaan doen. Met Mental Dungeon. Ja, precies. Dat is wel. Ja, ik heb nog nooit een dungeon gedaan. Kun je nagaan. Ik zit er al echt best wel lang op te wachten eigenlijk. Omdat, ja, ik durf het niet in mijn eentje te doen, want dan vind ik zonde van mijn lootronde. Of samen met Remco, want we zijn dan maar met z'n tweeën en sommige dungeons zijn echt gewoon fucking gevaarlijk, klopt. Om zo maar te zeggen. Ja, dat is wel waar. Merendeels van de dungeons heb je meer mensen nodig. Ja, klopt. Maar willen we trouwens zometeen eerst naar de Giant toe of gaan we gewoon weer via Kromuren? Dan kunnen we wel nou, weer proberen een Delvin button te... Delvin heeft nog geen Diamond Sword, am I right? Ja, en ik heb ook nog geen Infinity Boog. Oh, dus okay, op dan zich kunnen we nog wel een Giant doen. En als we dan nog een Diamond Sword krijgen, dan heeft de kijker die meedoet dan een Diamond Sword. Ja, oké. Yes. We hebben weer Graves. We hebben te veel geluk hiermee. Ja, als jullie nou Graves gaan doen, ga ik wel beneden even potions looten. Ik heb eigenlijk potions nodig. Ik heb maar 3 potions. Oh, wacht, dan drop ik hier. Wacht, hier. Mag jij... Gaan jullie pack openen? Pap, alsjeblieft. Helemaal top. Het zijn allemaal level 2's. Ik loop ook wel gewoon mee. Kom, we gaan gewoon allemaal naar beneden. Ja, waarom druk? Ja, oké. Ja, omdat anders we zijn zo lang weer bezig zijn met die Graves daarna. Terwijl, ja, of ik weet niet of je daar nog belang hebt. Ja, maar weet je wat het is? We hebben echt alles wat we nodig hebben uit de Graves. Komt niet echt iets wat we nog nodig hebben, toch? Geen iron? Nee, precies. Nee. Joe. Oh. Oh, wat? Wow. Zijn er wat... Er zijn helemaal geen chesten. Oh, nee. Are you kidding me? Dat is echt een waste. Dat is zo zuur. Dan moeten we doorlopen naar Laserville, dan moeten we plannen gaan veranderen, jongens. Oh my god. Tenzij we nu een Giant willen doen, dat ja, dat je hebt nog wat potions terug? Ja, ik wou net zeggen, doe dan maar even een paar potions weer naar mij toe. Nee, hoeft niet zo gek veel hoor, dit is wel voldoende. Dat is wel heel zuur inderdaad. Dan haal je een button, nog met geluk uit Kromuur. En dan zit er gewoon geen fucking chest hier. Ik wil wat voorstellen, jongens. Nou? Laten we naar de Giant Scam doen. Dan gaan degene met de meeste potions die tanken de Giant, pakken we de Giant. Dan gaan we naar Laserville voor potions. Ja, dan kunnen we beter Kromuren weer pakken, hopen op een button en dan weer langs de Sanctuary. Want Laserville is wel een pok eind lopen natuurlijk. Dat valt heel erg mee vanaf valt best wel mee. Oké, nou ja, we zien wel. Laten we dan... Ja, wil je nu eerst een Giant doen? Ja, sure. Ja? Oké. Giants zijn niet zo heel moeilijk. Nee, ze zijn niet zo moeilijk. Ik denk wel, ik heb genoeg potions. We hebben afgelopen aflevering al 2 Giants gekilld met... Ja, precies. Redelijk bijna een man. Dus, en niemand is dood. Wacht heel gegaan, even, dus. Colin. Heel even wachten. Ja, natuurlijk. Is hij weer sloom, die jongen? Ja, ik moest eten. Oké, let's go. Nou, laten we nog 1 Giant gaan verslaan dus. Hopen dat we een beetje luck uit de loot krijgen, want het schijnt dat je meer items kunt krijgen dus. Klopt. Ja. Oké. Ik was gisteren met iemand anders, was ik op een alt-account aan het spelen. En toen... kregen we 2 Diamond Swords en 1 Infinity Boog uit 1 Giant. En Jezus. We hebben 2 Giants gehad en we hadden 1 Diamond Sword en 1 Infinity Boog. En dat was het wel, eigenlijk. Jeetje. Ja, ik vind alleen wel, we moeten zoals we de potions hebben dadelijk... Oh shit, is dat niet die horde van laatst? Ja, volgens mij wel, maar die is alweer spannend. Ja. Het zou gewoon een hotspot zijn voor zombies hier. Ja, precies. Maar wat ik dus wel vind is dat we uiteindelijk uit deze driehoek weg moeten gaan. Want we lopen de hele tijd in een soort van driehoek. En ik wil toch wel uiteindelijk echt gewoon door naar dat de gekke plekken. Naar bijvoorbeeld de Floating Island zou ik wel een keer heen willen, maar dat is heel ver lopen. Dat. Maar in ieder geval dingen in het noorden. Dat kasteel ziet er ook wel fancy uit. Ik weet niet hoe dat zit of dat leuk is. Best wel Biceford. Ja, dat is een hele leuke loot. Alleen... Veel pigments? Ik denk dat we dat met z'n 3 gaan we dat niet redden. En met 7 man gaan we dat ook niet redden. Ja, ik was toen in Agni Ignis, maar dat is nog best wel te doen met 2 man. Als je de dungeon ingaat. Ja, de dungeon zijn we dus. We waren daar bezig om die dungeon in te gaan. Maar we wisten niet hoe in eerste instantie. Toen kwamen we erachter dat we een item op een pressure plate moesten gooien. Alleen toen we eenmaal daar aankwamen bij de ingang van die dungeon, toen stonden er 2 zombie pigments en ja, ik begon gewoon met mijn zwaard te slaan als een dombo en ja. Dat is naar. Ja, dat was heel naar.
Want ja, we waren eigenlijk net helemaal die kant opgelopen. En daarvoor waren we ook al die kant opgelopen. Alleen wat er toen gebeurde is dat ik vast kwam te zitten in de jungle. Met twee blokjes, 2x1. Dus kijk, en daarvoor heb je dus een grapplinghoek eigenlijk nodig. Voor ja, dingen. Precies. Alleen die grapplinghoek kun je bij een kit krijgen wat fucking duur is. Maar ja, kun je hem ook vinden? Nee. Nee, ja, grapplinghoeks zijn soulbound. Dat kan je niet droppen en ook ja, niet daarom. Dat is gewoon shit. Ja. Oh, ik hoor hem. En daar is die. Jij gaat de eerste hit al. Oké, jij gaat de eerste hit doen. Dan gaan we weer, mensen. Nog een keer een giant. Ik ben benieuwd. Twee, of een zombietje. Ik heb niet super veel arrows. Oh. Ja. Oh, ren. Ah. Oeh. Dat was, ik pak een golden apple en ik tank hem wel weer. Oké, ja, ik zag die jump niet aankomen. Zo, ik werd gekickt. En net na een jump. Ja. Hoeveel damage doet zo'n kick? 2,5 watje. Oké, 2,5. Dat maar je wordt nog heel hoog de lucht in gelanceerd. Ik had geluk dat ik bij de bomen liep. Ja, precies. Nou, tot nu toe kun je aardig wat hits doen. Oh, wat ben ik aan het doen? Ik loop tegen een hekje aan. Wat als het gaat goed het is, kan je hem hier vastzetten, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Wij spelen niet op glitchy. We gaan. Nee, ja, gewoon op het normaal spelen natuurlijk. Het is zonde om hem. Ja, het is zo makkelijk eigenlijk dat je niet eens hoeft te glitchen. Hij wil me nu al afkraken, jongens. Ja. Het duurt lang. Oh. Mopcallen, duurt een beetje lang, hè? Ja, jullie zijn mij gaan commanderen hier, jongens. Trouwens, wat doen dan? En wij schieten de zombies voor je dood. Oh ja. Ja, jij bent in je eentje dat ding aan het doen. Wij schieten alleen de zombies neer, ja? Kijk, hij zit vast. Oh, mijn god. En het was niet eens expres, to be honest. Hij heeft hem ook echt gewoon op vastgezet, hè? Tuurlijk. Hij dacht van. Als ik iets zeg, dan doe ik het ook. Oh! Oh, hij is los! Ik zou iets. Ja, bij die bomen natuurlijk weg. Ik ga een zombie neer. Ik ga gewoon echt dadelijk gewoon jitterklikken op die zombie, jongen. Ga ik dan dood? Ja, dan ga je dood. Geloof me. Dan ga je dood. Die giant bedoel je? Ja. Oh! Dan gaat hij weer. Vlieg! Dat heeft veel damage. Was je nog heel dicht in de buurt, ja? Ja, ik jongens. Ik neem hem over. Nee, ik wil hem solo. Oké, doe maar. Oh, hij gaat gelijk weer springen! Oh, ik kreeg er niet eens damage van, dus dat scheelt. Nee, dat was mijn schot. Dat was heel scheef. Ja, ik schoot gewoon weer raak natuurlijk. En. Wait, what? Waarom gaat hij opeens over op mij? Ja, iemand moet hem hitten, want ik kan hem niet achter. Oh, hij is dood! Oh, wow. Is er iets? Ik heb een diamond sword gevonden! Nice! En een carrot, golden carrot. Golden carrot, oh die is ook wel heel erg chill. En dan doe jij helemaal niks en dan claim je alles. Potverdorie Delvin. Want maar voor de rest is er. Verder niks. Niks. Alweer maar ik één item. Nee, ik heb wel wat gekregen. Oh, wat? Kijk maar. Een iron axe. Een iron axe, oh die zijn wel chill toch? Ja, als je in een dungeon bent, dan heb je. Ja, ik neem hem wel mee, maar. Dus het is zeg maar een multiple hit ook gewoon. Ja. Oké, nice. Ja, laten we alvast een klein stukje dan nu naar lezen. Veel zeiden jullie toch? Ja, prima. Oké, dan moeten we deze kant op, volgens mij. Ja, maar iedereen heeft nu een diamond sword, neem ik aan. Ja, ik heb een diamond sword, jij hebt een diamond sword en Delvin heeft er een. Dus we zijn in ieder geval alle drie. Nu nog full iron voor alle drie, dan is het helemaal compleet. Maar dat duurt denk ik nog wel eventjes. Ja, laser veel zou ons ook full iron kunnen opleveren, maar dan moet je wel heel veel geluk hebben. Mm-hmm. Ja, maar ik zit er meer over te denken. Als we echt niet doodgaan, kunnen we natuurlijk ook het heel moeilijk voor onszelf maken. Want we hebben natuurlijk de Depthshire leggings al. Mm-hmm. Dan heb je ook nog de Feathervalling 4 boots. En de Feathervalling boots gewoon over het algemeen. Hoe krijg je Feathervalling 4 dan? Ja. Uit de Fire Spire Tower. Ja, maar voor Enchanted Iron halen, Delvin. Dan daarnaast, jij wilde nog Floating Islands doen, dan kunnen we de Enchanted chestplate vinden, Fire Protection. Ja, ik denk dat we dan wel buiten opname even een stukje moeten lopen, zeg maar. Want, ja hoor, dat is wel anders, handig. Anders ja, ben je echt gewoon kapot ver onderweg de hele tijd. Klopt. Maar Fire Spire, ik ga niet naar boven, dat weet ik alvast wel. Nee, maar we hebben al verder Falling Boots, dus op zich. Ja, oké, maar... Heb jij al verder Falling Boots, Delvin? Nee. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Ja, dat die vind, die vind je wel snel, dus op zich. Colin is het beste in parcours. We laten Colin gewoon. ik voel me echt gebruikt. Net ook al met die giant. Colin, ga jij maar. En wie killt hem? Ik, hè?
Dat bedoel ik. Ja. Jongens, maar... meelijden. Wat stond er ook alweer op de helmet? Weet ik niet. Op de helmet? Aqua Infinity? Nee, Respiration. Oh, Respiration, oké. Okay, ja. En waar konden we die krijgen? In de Windspire. Oh, die is ondergronds. Moet je via de cave system erin. En dat is kun je daar via Cyrus komen? Ja. Ja. Dat dacht ik al wel. Je kan ook via de Ravines, maar dan moet je potions gebruiken als zonde. Ik ben benieuwd, hebben sommige kijkers die dit ook spelen, hebben die nog leuke plekken die we misschien moeten bezoeken? Ja, precies. Als ze dat hebben, ja, ik weet niet tot hoever sommige mensen in de video komen, want we zitten nu al redelijk aan het eind. Maar als je iets leuks weet, laat het natuurlijk gewoon achter. Ik heb nou Agni Ignis, hebben jullie een klein stukje gezien, maar niet de dungeon. Maar er zijn nog zoveel dingen die we kunnen doen, zoals het noorden. Hoe kom je eigenlijk bij die Hell Tree? Dat bijvoorbeeld. Nou, die kunnen we op zich ook wel een keer doen. Want ik weet hoe je daar komt. Hoe je daar komt. Aan de bovenkant van de Hell Tree zit een pressure plate. Als je daar opstapt, komt er een brug vrij. Als je die brug loopt, dan verandert die brug langzaam weer naar lava. Dan moet je er overheen lopen. Wacht even. Ja, vertel. Hoe kom je dan aan het begin al daar? Dan moet je er omheen lopen, via de berg. Ja, maar er zit allemaal lava omheen gewoon. Ja, aan de rechterkant van de Hell Tree zit een pressure plate. En dan je moet op die pressure plate gaan staan en dan heb je een soort van timebrug, zeg maar. Die hele drie blokjes die zich langzaam opschuift richting de Hell Tree. En weer terug. Maar dat zijn gewoon 5 mythic chests, hè? Klopt. En die kan je gewoon campen in principe buiten de chunk. Oh, shit. Maar daar zit dan sowieso wel altijd mensen. Nee? Nee, het is een best wel rustige plek eigenlijk. Oké, maar... Delvin, het is best wel rustig daar altijd, of niet? Ja, we kunnen er eerdaags wel een keer langs gaan. Ja, is dus goed. En ik zie ook Fort Seward of zoiets. Daar zit ook een dungeon onder. Mm-hmm. Dat is zijn unknown chesten. Geen idee. Onbekende. Ja, en Mount Terum, en Mantle. Maar hoe kom je daar überhaupt helemaal bovenop, joh? Wat een geklim mee. Hé, hey, Delvin, we hebben jou weer gevonden, net zoals in de tweede aflevering. Oh. Pik je, Delvin? Oh ja, vind ik wel heel leuk. Dat was 4,5 watjes, Delvin. Ik weet dat je het niet beseft, maar... heb je een wortel? Ik heb hem net een wortel gegeven. Nou, wat zijn dan? Gaan we gewoon twee varkens zoeken? Heb jij een wortel? Ik heb een wortel. Mag ik die? Mag ik de varken meenemen de hele weg? Kom hier. Kom maar. Ja, we hebben een vriend. Serieus. Oh, tijd om af te sluiten, denk ik. Want we zijn bij... Ondertussen zijn we ook in Laserville aangekomen. Ik denk dat we dan voor de volgende aflevering gaan we door Laserville heen. Ik denk dat we sluiten we af met Delvin en Dylan, kijk. Zo kun je niet zijn. In ieder geval, mensen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En dan zijn we de volgende aflevering weer bij jullie terug. Met bij MindZ. Later, mensen.